natuurlijk. Het is alleen sjouwen. Goedemorgen. Wij gaan jullie vandaag proberen de moeflon te laten zien. Ik krijg vaak vragen van hoe herken ik nou een moeflon? Ik weet toevallig, er komt een ree voorbij. Maar een moeflon is gewoon veel kleiner dan een ree. Het is veel gedrongener, heeft een veel zwaardere nek, iets hogere achterhand. Heeft ook een ander gekleurde spiegel. Ze zijn überhaupt bruiner. Zij laat zich vrij makkelijk herkennen. En de ram, het herderam, is natuurlijk het makkelijkste om te herkennen. Vanwege de ramshoorn. En dat gaan wij proberen vandaag ook te zien, te spotten. Ja, spotten dat is. Scherpe sporen. Dit is de tijd in het najaar, zo oktober, november, dat inderdaad de moeflons actief zijn met de bronst. Ja, we doen maar één keer per jaar, dus als u nog een keer mee zou willen, dan kunt u zich aanmelden op de website van Gelderse Landschap en Kastelen. Zo rond, pak een beet, augustus, september, dan zal zo'n excursie waarschijnlijk worden aangemeld. En dan kunt u daarop reageren. En ik, poem. En dan kijkt hij. En dan is het ook maar even en dan... Ja. Met het rood. Ja. Ik kan hem wel mooi aanstappen. Ja. Ik heb in ieder geval één goed shot. Oh, wow. Ja. Met uw steun beschermen we de natuur in Gelderland. Ga naar glk.nl en klik op Word donateur.